Want dat kun je doen. En zodra je dus iets verandert, voel dat ongemakkelijk. En dat is denk ik wat heel veel ondernemers ervaren als ze proberen andere dingen te doen dan alleen hoe maak ik zeg maar een aardig omzetje en haal ik daar een aardige marge op en dan ga ik door. Want je probeert nieuwe dingen uit. Je gaat sociaal mensen proberen erbij te betrekken of je hebt een doel. Een van de ondernemers die we hebben uitgenodigd, die wil graag studentenhuisvesting zeg maar verbeteren. En ja, dat is leuk. Maar dan komt de vraag van ja, als je dat bouwt van normale materialen, dan ben je nog niet weer die ecologische dimensie aan het voeden. Oh, lastig. Ik heb wel een sociaal doel, dat moet er ook bij. En dan, ik wil het graag duurzaam doen. En dan gaat de bank zeggen, allemaal leuk, maar 28 euro per vierkante meter. En als je daar niet aan komt, ben ik gewoon niet geïnteresseerd. Om maar iets te noemen. En dat voelt ongemakkelijk. Je probeert andere dingen te doen. En een van die manieren om toch daar dat pad op te gaan is gewoon, en dat raad ik elke ondernemer aan, lees één keer in het kwartaal iets van een boek. En dan hoef je nog geen eens dwars erheen. Of pak een podcast die je echt buiten je comfortzone vakt, maar die wel probeert een antwoord te geven op de problemen waar we ja, duidelijk op dit moment mee worstelen als wereld, zeg maar. Maar even klimaatopwarming. Nou, en hier zie je de vijf. En je kunt jezelf afvragen als je kijkt van welke van die boeken herken ik? En als je er nou, drie of vier herkent, dan heb ik zoiets van hartstikke leuk, goed bezig. En als je ze herkent, dan lees ze vooral ook een keer. En vraag ook eens bij jezelf af van hoeveel van dit soort boeken. Eén boek links gaat over consultancy, zeg maar, met behulp van biologie. Hoe doe je dat? Dus hoe je kunt leren van superorganismen als olifanten en mieren en wat dat betekent voor bedrijfsleven. De meeste mensen kennen Rutger Bregman wel. Humankind, Hope for History. Om te zeggen van, nee, we zijn niet die nutsmaximaliserende individuen. We zijn eerder sociale aapjes die gewoon aardig willen gevonden worden. En daar moeten we op sturen. En niet op het hardst concurreren. Concurreren is sowieso een slechte strategie. Want dat kost ontzettend veel energie. En je houdt maar heel kort vol en daarna ben je opgebrand. Dat is waarom het in de dierenwereld alleen maar eigenlijk gebruikt wordt als je heel erg concurrentie hebt om voedsel. Dus er is een hongersnood of wat dan ook. Er is echt te weinig. Of als je op zoek bent naar een seksuele partner. Dat zijn momenten dat er aardig geconcurreerd wordt. En dat is kort en heftig en daarna relax. Weet je wel. Dat is eigenlijk waar het om draait. Dus het punt bij dit plaatje is van kijk om je heen, verander je denken. Zoek eens een titel op waar je normaal gesproken niet door de managementboekenreeks wordt geattenteerd. Dat kan een wereld voor je openen. Oké, we gaan even door. Maar wat kan je dan leren van de natuur en waarom geloof ik ook dat we door te leren van de natuur echt een stap kunnen maken die nou, veelbelovend is. En dan moeten we het heel even hebben over duurzaamheid, want we hebben het ook over duurzaam ondernemen. En je ziet een plaatje met een hele hoop tekst en een hele hoop moeilijke dingen, maar ik wil dat je alleen maar even concentreert op die spiraal. De ene groene zie je omhoog kringelen en die andere omlaag. Alle tot nu toe bestaande duurzaamheidsbenaderingen, die zich niet regeneratief noemen, met uitzondering van Cradle to Cradle, die al wat vroeger begon, zitten in die rode neergaande spiraal. Je ziet ook rechtstaan Sustainable, Green en Conventional Practice. Zelfs al ben je het allerbeste bedrijf op aarde en je hebt een sustainability approach, dan word je net zo goed als dat je eigenlijk niet meer bestaat op deze planeet. Dat is het streven van duurzaamheid nou. Hoe zorgen we ervoor niet schadelijk te zijn? Hoe zorgen we ervoor eigenlijk dat deze planeet doordraait alsof er geen 7 miljard mensen zijn? En dat is dus een beetje raar, want wij zijn ook natuur. En wij zijn in staat om dat heel erg te gebruiken voor onszelf en er hele mooie dingen voor onszelf mee te doen. Maar je kan ook één stap verder denken, als we die natuur kunnen gebruiken om stuk te maken, zouden we ook kunnen leren hoe we kunnen ondernemen en een samenleving in kunnen richten die meer natuur creëert. Want dat is ook een les uit de natuur. Als je de natuur zijn gang laat gaan, creëert die voorwaarden voor meer leven. En als je dat doet, kom je dus in die opwaartgaande spiraal terecht. En dan gebeuren er echt mooie dingen. Omdat je met systemische oplossingen bezig bent. Je bent bijvoorbeeld bezig met met groene daken. En wat de primaire mensbehoefte is. Waarom heb ik een dak? Nou, de bescherming tegen de elementen, regen. Dat is goed, dat is één functie. Maar op dit dak gebeuren dus allerlei dingen. Want hij is groen geworden, er zijn insecten. Er wordt allerlei dingen. Er wordt fijnstof afgevangen. Het water dat op het dak valt, vloeit niet zo snel weg. Dus je dak levert ecosysteemdiensten. Net zoals een stukje bos. En dat is extra. Krijg je allemaal gratis bij als je in die groene spiraal gaat denken. En de kunst is, en dat is misschien ook iets waar we vanavond over gaan hebben, en waar ik hoop ook dokter Vogel een antwoord heeft,
Hoe doe je dat nou op zo'n manier dat je dus gewoon een goede, gezonde onderneming initieel kan opzetten en toch die andere elementen die ik net schets, toch inkrijgt? Nou, en er staan een paar kleine trucjes. Heb ik nog tijd? Ja, ik heb nog 5 minuten. Mag ik nog heel even bij die andere spiraal blijven? Dan zie je 2 kruisen en dan zie je een, zeg maar, horizontaal of moet je zeggen verticaal omhoog lettertjes staan in het groen en ook rood naar beneden. En daar staan eigenlijk de 3 belangrijkste lessen die je al kan leren als ondernemer als je probeert je onderneming op te zetten, wat je wel en niet moet doen. Ik ga ze even heel kort doorlopen en dan gaat mijn beeld veranderen, want dan kan ik het lezen. Sorry jongens, door. En je ziet, we beginnen even bij de negatieve spiraal. Dan wat je doet, als je nu in de huidige economie door blijft gaan, creëer je dus condities die leven stuk maken. Degeneratief heet dat dan met een duur woord. Maar je moet lakken gebruiken of allerlei spullen die gewoon een belasting zijn voor het milieu. En op zich is een belasting voor het milieu geen probleem als die ervan kan herstellen. En de spullen die je in het milieu gooit op een bepaald moment weer verwerkt worden in een keten tot nieuw voedsel. En wat er ook staat is, en concurrentie creëert schaarste. Als je al maar blijft concurreren, hou je op het laatst niets over. Is er 1 winnaar aan de top en die heeft alles. Ja, ik ga nu heel snel, dat is een heel college waard, deze ene zin. Maar dat is wel wat er gebeurt. Als je zegt, concurrentie is de manier waarop we de wereld in elkaar gaan zetten. Mensen zijn concurrerende wezens, dan is er straks 1 aapje en die wint alles. En dan zijn we al hard op weg met elkaar om dat ook werkelijkheid te maken. Als je ziet hoeveel geld er door sommige mensen wordt beschouwd als van hun. Laten we het zomaar even zeggen. Nou, en een laatste is, je hebt altijd piecemeal solutions. En laat ik maar even gewoon een hard, duidelijk voorbeeld van nu geven. COVID. En je ziet dus, je hebt een gefragmenteerde approach. Hè? Dus een benadering naar ontwerpen en aan oplossingen en innovaties. Of ook in dit geval het vinden van een vaccin. En er zijn artikelen ongeveer geschreven in 2007. Daar ook onder andere zo'n Dr. Fauci bij betrokken is. Die nu in Amerika de taken, de boel weer op de rails probeert te krijgen qua COVID. En die stellen gewoon, we hadden, als we dat hadden gewild met elkaar, voor 3 miljard euro een vaccin kunnen creëren die de wereld zeg maar had kunnen beschermen tegen griep en waarschijnlijk ook tegen corona als we daar ook zo'n bedrag voor hadden gekregen. Dus dan praten we over maximaal 6 miljard euro die we zouden hebben geïnvesteerd als wereld om te voorkomen dat mensen griep krijgen of corona. Een soort breed spectrum vaccin. En op dit moment zijn we ongeveer al 1 triljoen aan het uitgeven om alleen maar de gevolgen van corona te voorkomen. Dus qua business case is een gefragmenteerde approach to design and innovation is echt heel duur. Want het laat ook 2 manieren van handelen zien. Wat we nu doen is curatief. We focussen op van deze huidige mutatie moeten we proberen eronder te krijgen. En we weten dat die elk jaar weer gaat muteren, maar daar focussen we eens even op. En dan maken we een hele hoop vaccins die kost een hoop geld. En dan moet je ook nog eigenlijk de gevolgen beperken. Daarnaast is het zo, in het begin zeiden we met elkaar, als we dit doen, moeten we dit voor de hele wereld doen. Want ja, als we 1 land niet of 1 persoon niet vaccineren of 1 stukje van de wereld niet, dan heeft dat virus daar de tijd, of die microben, om nog gewoon lekker even uit te rusten, te muteren en ons volgend jaar weer te rasten met een volgende coronagolf. Net zoals met griep gebeurt. En wat je nu ziet gebeuren is toch weer, omdat we denken dat we in een dog-eat-dog world leven waar alles concurrentie is en we niet met elkaar moeten samenwerken, maar moeten concurreren, dat de vaccins toch een beetje in het eerste werelddeel blijft, bij ons. En dan hebben wij het straks hier voor elkaar en dan kunnen we elk jaar gewoon een prikje halen. Maar dan hebben we wel een extra laag kosten weer gecreëerd, want daarvoor hadden we dat niet en nu moeten we dat ook inrichten. Dus dat is weer een belasting voor de gezondheidszorg. Dus als je preventief denkt, was je dus misschien klaar geweest voor, nou, 3 tot 4 miljard euro. En hadden we die 1 triljoen aan hele andere dingen uit kunnen geven, zoals het creëren van levende systemen, hè, die de wereld voeden. En dat doe je door samenwerken en dat doe je ook eigenlijk door een waarde centraal te stellen. Door te zeggen, ik wil iets bouwen, ik heb hem wel heel vaak gebruikt nu, maar het is even om een punt te maken, wat de omgeving voedt. En dat kan letterlijk zijn, ik wil iets bouwen wat uiteindelijk weer kan composteren en de grond verrijkt. Of op zo'n manier terugkomt. Het kan ook zijn dat je je omgeving wil voeden in de zin dat je samenwerkt met mensen die het lastiger vinden om de arbeidsmarkt te betreden. Maar die wel potentie hebben. En, nou, misschien kost je in dat begin wat extra werk, maar je hebt ook de meest loyale werknemers die er zijn.
Dus dat lijkt financieel-economisch niet slim, want ze zijn vaker ziek en ze zijn dat. Maar je houdt daar wel een workforce aan over die er staat op het moment, ja, totdat ze omvallen. Want ja, die kans heb je vaak niet gehad als je een aantal jaren, 10, 15 jaar hebt lopen zoeken naar een baan en dan komt er dan een. Dan wil je hem ook graag houden. Dus dat zijn, dat is anders denken. Hoop ik dat dat een beetje uitlegt aan wat regeneratief denken inhoudt. Ik zal er nog één ander voorbeeld geven. En ik ben zelf in Utrecht bezig met ecosystemisch. We hebben het al even gehad met die groene daken. En wat we eigenlijk zeggen is van, je moet een gebouw niet zien als een blok steen, maar als een proces, net zoals een heuvel of als een bos. En je moet eens nadenken hoe je ecosysteemsdiensten in een gebouw krijgt. Hoe je kan waarderen dat het water reinigt, dat het fijnstof afvangt, dat het voedsel produceert, dat het biodiversiteit bevordert. Want dat kan allemaal, dat kan je allemaal inbouwen. En dan krijg je een gebouw dat over cycli heen waarde blijft creëren. En dat lijkt het ook tot andere rekenmodellen. En daar zullen we nog heel wat robbertjes mee moeten vechten met de accountancywereld, banken en dat soort dingen. Maar het is uit te leggen. En je kan die waarde laten zien. En ja, wat wij dan in Utrecht proberen is die waarde ook echt te kwantificeren. Hoeveel is dan, laten we zeggen, 100.000 bijen op een gebouw waard? Even, dat is best wel eens een sprong om te maken, maar dat kan. Het is, kost wel wat onderzoek en dat helpt. Dus dan probeer je de ecologie eigenlijk in het economisch model te krijgen. Maar wat kan je nu als ondernemer, als je nog één stap praktischer wil, en je mag, als je kan naar de laatste slide, Marieke, dan heb ik nog 3 minuten. Dit is een nog abstracter plaatje. Hey, maar ik in de wetenschappen, zo direct wordt het wat concreter, doordat we pitches krijgen van ondernemers en ook van een bedrijf dat al bestaat. Wat je hier ziet is een onderzoek of een uitslag van een onderzoek van een Engelse hoogleraar die zich afvroeg van hoe lost de natuur nou eigenlijk problemen op? Dus in de biologie, hoe zorgt een bepaald zee-organisme voor zijn, hoe beschermt hij zich tegen invloeden uit de omgeving? Nou, een aantal zee-organismen kiezen voor een schelpje, een slak, dus die kiezen dan voor, en dat, in dit geval structuur gemaakt van materiaal en dat kost wat tijd. Neemt wat ruimte in en wat energie. En er zit ook informatie in de structuur van het schelpje. Want best een complex stapelbouwwerkje van kalk en wat andere elementen. Even uitleggen, want anders ga ik te hard. Je ziet hier dus menselijke oplossingen, natuurlijke oplossingen. Natuurlijke oplossingen zijn biologische modellen, dus zoals dieren. Menselijke oplossingen heeft gekeken naar patenten. Nou, dat moet je als ondernemers ook niet vreemd voorkomen. Een stukje intellectueel copyright, wat je probeert te beschermen met de patent. En dan moet je heel precies uitleggen hoe iets werkt, wat voor een probleem het oplost. Dus daar kan je mee een tabel mee maken waarbij je zegt van, nou, is dat probleem, vindt dat plaats? Ik kijk nu naar de horizontale as op nanoniveau, dat zit helemaal links, of op kilometerniveau, helemaal rechts. Vind dat hoeveel wordt opgelost met elk van die 6 categorieën die ik net noemde? Hoeveel is daarvan aanwezig in de oplossing? Dus een beetje informatie, heel veel energie als je kijkt naar menselijke oplossingen op microniveau. Heel snel willen we alles doen, in weinig ruimte, met weinig structuur en ook vrij veel materiaal. Als je kijkt naar het plaatje algemeen bij mensen. Dat varieert dan per schaal, maar zo zit het in elkaar. En als je dus bijvoorbeeld het microniveau, dat is de linkse balk met het mu-teken, vergelijkt op beide punten, dus micro bij natuurlijke en menselijke oplossing, dan zie je dat dat niveau heel groot is. De natuur gebruikt denk ik 50% minder materiaal en ook zo'n 70% meer structuur op dat niveau. Dus die maakt hele complexe, Google maar eens op diatomen, Googles en bouwstenen. Die maakt hele kleine complexe structuren van een heel klein beetje kalk, die heel veel functies aankunnen. En structuur en informatie is dus iets, dat kunnen wij leren van de natuur. En als je als ondernemer bent, kan je dus zeggen, ik moet dus een slimmere organisatie waar ik veel meer met informatie doe. Ik moet echt heel erg oppassen met energie gebruiken, want dat is, ja, hoe minder, hoe beter. Of als ik het maar steeds terugwin, want je kan ook in cycli denken, dat kan ook een proces zijn. Ik mag wat meer tijd nemen, het hoeft niet zo hard om alles voor elkaar te krijgen, zeker als we naar meter-kilometer niveau gaan. Ruimte. Ja, is een lastige, is ook een vrij strak begrip. Maar over het algemeen moet je iets compacter bouwen en denken dan we nu doen. En heel veel structuur gebruiken voor oplossingen. En ik geef één voorbeeld om af te sluiten.
Die gebruik ik heel vaak. Michael Pollin, architect uit Engeland, die heeft ooit eens een tekening gemaakt waarin hij rechts een dikke vierkante balk laat zien en zegt dat is 100% materiaal. En daarna laat hij zien, als je die balk rondmaakt, dan blijft hij dezelfde hoeveelheid kracht kunnen dragen. Dus hebben we maar 85% van het materiaal nodig. En dan laat hij zien, hey, als je hem hol maakt, haal er nog eens uit en dan gebruiken we maar 20% van het materiaal en draagt hij nog steeds. En dat is wat wij mensen al hebben ontdekt. En daarna krijg je nog drie vormen. De ellips die dan komt en dan krijg je thermal syngegiteit die een rol gaan spelen waarbij de structuur, de energie die erop komt, eigenlijk gebruikt om steviger te worden. Laat ik het maar zo uitdrukken. Maar er zijn dus nog drie andere vormen nodig die de natuur ons kan leren waar we op dezelfde manier dragende structuur kunnen maken. En op het einde werk je maar met 2% van het materiaal vergeleken bij die vierkante balk. En dat is eigenlijk de belofte, want dat is ook wat je als ondernemer, denk ik, ook in een circulaire economie, zal je heel zuinig met grondstoffen, energie en materiaal moeten omgaan. En wat eigenlijk uitbundig aanwezig is, is mensen en denkkracht. Dus die informatie en structuur, dat moet eitje zijn als we hier onze schouders onder zetten met elkaar. Oké, daar wil ik het bij laten. Dank voor jullie aandacht. Ik weet niet, Marieke, of er dan nog tijd voor vragen of opmerkingen is, of dat we gewoon doorgaan. Er is zeker nog even tijd voor vragen. We moeten even kijken of er iets in de chat staat. En anders gaan we gewoon lekker verder. Want ik weet dat ik altijd het is een vrij algemeen verhaal, kan ik me voorstellen. Nou, ik vind het heel interessant. Het doet me heel erg denken aan van als er nieuwe energiebronnen weer worden gevonden. Hoe gaan we dat gebruiken? En zeker als jij dan zegt minimaal gebruiken, dan denk ik ja. Er komt een vraag uit de chat. Ja, Gerrit zag ik even. Gerrit, de brandbos, als je wil. Ging heel snel met de naam van het laatste voorbeeld van de vierkante balk tot 2%. Wie was de auteur? Dat is een. Je kan googlen op Michael Pollin, P-A-W-L-Y-N. Oké. En hij heeft een lezing gegeven aan de KTH in Zweden en daar komt die slide in voor. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. En wat kunnen we leren van mieren en olifanten? Ja, een hele hoop. Er is een student bij ons die heeft onderzoek gedaan naar hoe kun je congestie oplossen. Door te kijken naar slijmschimmels en sociale insecten en mieren en dat soort dingen. En mieren zijn in staat om zonder congestie ongeveer een trafficload aan te kunnen die 70% van onze wegen overstaat. Dus de manier, als we dat leren en je kan dat goed inprogrammeren. En we hebben, je kan als je de stad inrijdt bijvoorbeeld je auto overgeven aan daar de autonome AI die daar het verkeer regelt. Dan kan je op dat moment waarschijnlijk gaan zitten bellen en kaarten. En dan word je op de meest snelle, efficiënte manier naar je plek van bestemming geleid. Maar dat is één voorbeeld. Je kan heel veel. Olifanten is vooral hoe ze kennis overdragen over generaties heen. Ja, daar kan je heel veel over vertellen. Ik zie ook een Luc Abels. Yes. Hey, een hele andere vraag misschien, maar ik vroeg me af, wat is uw specialisatie? Ik bedoel, wat u vertelt is super interessant. En wat heeft u gestudeerd? Waar bent u in gespecialiseerd? Ja, om hier. Ja, okay. Dat is mijn grote valkuil en mijn grote kracht, om het maar zo te zeggen. Ik ben een multidisciplinair wetenschapper, heb ik altijd geprobeerd. En dat is ook waarom ik ook nog steeds assistant professor ben, want je moet specialiseren in de wetenschap. En ik ben begonnen als sociaal wetenschapper. En daar heb ik proberen armoede te begrijpen en te bestuderen. En dan ben je daarmee bezig. En dan snap je van, hey, als je armoede wil oplossen, moet je welvaart creëren. Dat klinkt natuurlijk heel erg voor de hand liggend voor ondernemers. Maar dat is wel een sprong. Armoedebestrijding en welvaartcreatie kunnen elkaar helpen. Maar zijn toch ook twee verschillende dingen. Dus toen ben ik naar een business school gegaan. En heb ik daar mijn PhD gedaan. En daarna, door daar te werken, merkte ik hoeveel techniek invloed heeft op de wereld. En heb ik 10 jaar in Delft bij systems engineering gedaan. Maar ja, door al die tijd heen had ik zoiets van, ja, maar de basis van alles waar je ook naar kijkt is toch een gezond planeet. Gezonde ecosystemen. En nou, dat ben ik gaan uitdragen. En Utrecht heeft toen zoiets van, wat interessanter, willen we wel een master bouwen. Dus het kort antwoord multidisciplinair wetenschap en het lange antwoord heb je net gehad. Super, bedankt. Ja, alsjeblieft. Dankjewel voor de vragen. Stel gerust meer vragen in de chat, dan kan Jaco ze daar antwoorden. Of we zullen na afloop van het college de vragen daar beantwoorden. Dan gaan we nu door met het volgende onderdeel.
En dat zijn de studentpitches die wij vandaag hebben. Het is ontzettend mooi om deze jonge studenten, oud-studenten en huidige studenten van verschillende hogescholen een platform te mogen geven. Ik zet mijn microfoon ook uit en ik zal de presentatie stoppen, zodat de studentondernemer in kwestie vol in beeld kan zijn. En daarmee geef ik als eerste het woord graag aan Daniel van Ragnarök Clothing. Oké, nu zijn alle ogen op mij. Leuk. Bedankt dat ik het woord krijg. Ik hoop dat jullie mijn audio allemaal goed overkrijgen. Soms dan wil mijn wifi een beetje het leven laten. Dus laat het me weten als ik haper. Goed, ik zal eerst kort beginnen te vertellen over het bedrijf wat ik vertegenwoordig. En dan zal ik dat door proberen te vertalen naar het thema waar we vandaag over aan het praten zijn. Dus in de essentie proberen wij met ons bedrijf, we zijn een kledingbedrijf, proberen we eigenlijk een alternatieve blauwdruk te creëren of te ontwerpen voor het produceren en het verkopen van kleding in de industrie. En de reden waarom we daarmee zijn begonnen is omdat we heel veel problemen in de kledingindustrie hebben gezien. En wij denken dat die niet opgelost kunnen worden door symptomen bestrijden, maar je moet bij de kern of bij de essentie zoeken. Dus vandaar dat we ook vanuit de basis een nieuw model proberen te bouwen. Daarin baseren we ons eigenlijk op drie merkidentiteitspilaren. Die zal ik gewoon even kort noemen. En dat gaat dan over optimale localisatie, continue ontwikkeling en radicale transparantie. En vanuit die drie basisprincipes proberen wij dus een alternatief model te creëren, een alternatieve aanpak. En wij gaan dan ook hopen in april helemaal klaar te zijn om jullie ook shirts te gaan verkopen. Kijk, hou daar je ogen voor open. Dus wat heeft dit precies te maken met oplossingen uit de natuur? Om heel eerlijk te zijn, ik heb er over nagedacht en aan het begin dacht ik, misschien niet echt. Dus ik heb toevallig ook in het tweede jaar nog een korte cursus of een tijdje meegeleerd van jou, Jaco. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar toen gaf jij cursussen bij ons op de studie. Die heb ik toen niet af kunnen maken. Maar daarin gaf je bijvoorbeeld ook dat voorbeeld van de pilaren. Je kan nog herinneren. Leuk. Leuk om je ook weer te zien trouwens. Echt een supermooie lezing. Als je het op zo'n manier bekijkt, dus heel direct, weet je wel, valt het best wel mee in hoeverre wij onszelf laten sturen in onze bedrijfsontwikkeling door wat de natuur doet. Maar toen ging ik er nog wat meer over nadenken. Ten eerste zijn we wel heel erg gefocust op het vinden van zulke natuurlijk mogelijke materialen om te gebruiken voor onze productie. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we nu de keuze hebben gemaakt om Lyocell heet dat, te gebruiken voor de kleding die we gaan produceren. Dat is een relatief nieuwe stof gemaakt van houtpulp. Wat je dus ook heel goed kan recyclen. Dus zo proberen wel onze producten al eigenlijk in te richten op een manier waardoor we ze ook weer kunnen hergebruiken. Maar toen ging ik nog verder denken en dat is eigenlijk ook gerelateerd aan waar jij het net over had, Jaco, namelijk over die structuren. En ik denk eigenlijk dat hetgene is waar wij het meeste van de natuur ontlenen. Namelijk, je kan kijken naar de natuur en dan zie je complexe structuren en systemen overal waar je kijkt. En die zijn op een manier heel erg dynamisch en flexibel ingericht. Maar als je naar menselijke structuren en organisatie gaat kijken die wij hebben gecreëerd, zijn ze eigenlijk, 99% van de tijd zijn ze rigide en inflexibel ingericht. Dat zorgt er dus voor dat als er opeens een spontane ontwikkeling plaatsvindt, zoals een, laten we zeggen, pandemie, dan kunnen heel veel bedrijven zichzelf daar ook niet op aanpassen en een andere aanpak nemen. Dus dan zie je bijvoorbeeld in de kledingindustrie er allemaal orders waren geplaatst bij producenten in Bangladesh en India. En die zijn toen allemaal gecanceld. Waardoor heel veel mensen daar hun inkomen zijn verloren. Maar die bedrijven konden daar ook weer niet op aanpassen. Want elk kwartaal komen er weer de investeerders en de shareholders. En die moeten allemaal antwoorden. Dus daar zit de uitdaging en daar zit de kans. En dat is ook voor ons de uitdaging, denk ik. Dus dat is nog wel een taak om te kijken hoe kan je zo'n structuur nou voor jezelf als bedrijf
inrichten. Ja. En ik zie ook een time. Dus nou, dat lijkt me een prima punt om te eindigen. Mochten jullie iets willen weten, mochten jullie meer willen uitzoeken, kunnen jullie altijd naar onze social media pagina of bedrijfspagina. Of stel me gewoon een vraag. Dankjewel, Daniel. Na afloop van alle pitches zullen we ook wat ruimte laten voor vragen, ook vanuit het publiek. Ik laat jullie eerst nu allemaal spreken. De volgende die aan het woord is, is Boy Rollo's. Een goedenavond. Ik denk dat jullie mij zo zien. Nou, Daniel, bedankt voor de mooie aftrap en Jacco Appelman. Volgens mij kan ik hier ook even laden voor delen openen, want dat neem ik naar jullie mee in een presentatie. Soms zien jullie zo mijn scherm. Ikzelf ben medeoprichter van Forest Living. Een start-up 3 jaar geleden gestart in Zwolle. Vanuit eigenlijk Hogeschool Windesheim. Vanuit die verschillende disciplines. En wij hebben een regeneratief modulair bouwconcept ontwikkeld. Voor een remontabele bouwwijze. En dat eigenlijk om een emissieloos bouwconcept te realiseren. Forest Living, het idee is in het bos bedacht. Dus aansluitend bij biomimicry. Want bomen doen eigenlijk niks anders dan neutraliteit bieden voor deze wereld. Nemen stikstof en CO2 op, stoten zuurstof uit en zorgen voor ons goede leefklimaat. Alleen als wij woningen bouwen, bouwen die veel van beton, steen en staal. Die allemaal een hoge dichtheid hebben en voor één ding zorgen is dat wij in ieder geval heel veel CO2 uitstoot op deze wereld hebben. Wij hebben zelf een element ontwikkeld, een constructief isolerend bouwelement, wat regeneratief moet worden en modulair. Hij is nu nog van een styreensoort, dat is een melkzuurcomponent gemaakt. En wij zijn bezig om hem te ontwikkelen vanuit algen, zodat we stikstof en CO2 kunnen bufferen in ons element. En door middel van een sandwich element, zowel constructieve huizen kunnen maken als isolerende huizen. Zou je je presentatie iets groter willen delen, dat mensen met je mee kunnen kijken? Even kijken, want hij staat nu op volledig scherm bij mij. Niet bij ons. Niet bij jullie, even kijken hoor. Je moet hem even op diavoorstelling klikken. Ja, dat staat hier. Staat hij wel? Ja. Oh, dat is gek. Ah. Dan opent hij een ander venster. Dan moet je even terug bij Teams en je presentatie openen. Dat blijft dan hangen op je PowerPoint. Ja, en je kan eventueel ook wisselen van scherm als je in je diapresentatie zit. Even kijken, hier. Even kijken, welke actie moet ik dan ondernemen? Je kan verschillende dingen doen. Je kan even schuiven. Dus van het ene scherm naar het andere scherm. Ja, dat zien jullie als het goed is gebeuren. Nog niet. Ah. Ja, in Microsoft Teams dan selecteer je een pagina. Dus ja. Nu is jouw PowerPoint presentatie gedeeld. Dus ik denk dat als je het opnieuw doet, dat het wel lukt. Vergadering Microsoft Teams. Ja, je kan hem ook anders verwoorden. Je moet je desktop sharen. Sorry, we gooien hier even wat uit. Je moet je desktop sharen en daar gewoon je PowerPoint op openen. Dan is hij helemaal functioneel. Ah, ja, dan gaan we dat. Even kijken, scherm 1. Nu zien jullie achter een agenda en nu een bouwsysteem. Ja, nou zit hij helemaal goed. Toppie. Zo hebben wij vanuit dat regeneratieve model een element ontwikkeld, wat zowel als vloer, wand, dak, als dakkapel kan dienen. En eigenlijk vanuit 4 bouwstenen een systeem opgezet dat je eigenlijk voor elke klant een passende woning kan bouwen. Dus in een ontwerpprogramma ontwerpen wij met de klant wat mogelijk is. Een algoritme zet dat ontwerp vervolgens om naar eigenlijk allemaal puzzelstukjes die binnen een algoritme vallen. En uiteindelijk kan je dat op 1 productieproces, dus op 1 productiestraat, produceren. Zowel wanden, vloeren als daken. In altijd het meervoud van ons algoritme. En kan je hem eigenlijk monteren binnen eigenlijk een dag. Dat doen wij door eigenlijk alles terug te brengen naar informatiepakketjes. Dus op het moment dat je de rechterwoning met ons ontwerpt. En het algoritme zet hem om, dan zien jullie het linkermodel verschijnen. Alles is bij ons rechthoekig. Maar allemaal kleine rechthoekige elementen maken samen weer rond. Dat door middel dus van eigenlijk 4 pijlers. Vanuit eigenlijk 1 element, dat is een basiselement, wat dus een sandwich is. Dus als we kijken naar dragende constructies, naar sandwich element, daar verbruik je ook veel minder materiaal in dan andere woningen of dan andere draagconstructies. En zo creëren we eigenlijk binnen dat ene ontwerpprogramma 1 loket, dus waar de klant komt en 1 productiestraat. Iedere woning die eigenlijk mensen voor zich kunnen zien. Dus woningen van 200 in kappers tot vrijstaand.
tot kantoorpanden. En dat alles met een hele hoge RC-waarde, dat is de isolatiekracht, zodat je je woning met een haarfoon eigenlijk op temperatuur kan houden. En dat je hem eigenlijk passief kan bouwen, met een hele snelle bouwtijd. We werken er naartoe om hem binnen een dag te kunnen produceren en uiteindelijk binnen een week af te kunnen monteren. Met 6 zonnepanelen, 8 zonnepanelen kan je helemaal energie-neutraal wonen op het moment dat je hem slim ontwerpt. Hij is nu te monteren, later uit elkaar te halen en uiteindelijk weer op een nieuwe plek met dezelfde elementen iets anders in elkaar te kunnen zetten. En dat creëren we eigenlijk alleen maar door nieuwe systemen op te zetten en om met z'n allen naar eigenlijk de natuur te kijken als inspiratiebron. En dat geldt zelfs voor eigenlijk onze hele organisatiestructuur. Dit is de plek waar wij nu gevestigd zijn en een hele fabriek aan het bouwen zijn. Want we hebben de organisatie verdeeld eigenlijk naar 4 pijlers. Iedereen participeert bij ons mee. Zowel de markt als alle medewerkers en partners, de investeerders, maar ook de klant. Zodat we eigenlijk een optimaal proces inregelen. En dat doen we nu met een team ongeveer van 13 mensen. En dat is op dit moment mijn presentatie. Even kijken, dan gaan we denk ik weer terug naar Teams. En dan heb ik als het goed is nu mijn scherm weer. Ja, dankjewel. Je krijgt mooie complimenten in de chat ondertussen. En dan geef ik nu het woord aan Lars van Beuzekom. Kijk, horen jullie mij allemaal luid en duidelijk? Zeker, Lars. Oké, heel goed. Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Lars van Beuzekom. En ik ben oprichter van de Ecomarketeer. En de Ecomarketeer komt voort uit mijn ervaring op de bouw, waar ik geconfronteerd werd met heel veel afval, heel veel materiaal dat verloren raakte. En manier van, ja, ze waren wel met duurzaamheid bezig, maar het was niet de manier van duurzaamheid die ik voor ogen zag. En uiteindelijk dacht ik van, ben ik stage gaan lopen en ben ik heel erg nauw betrokken geweest bij het bouwen van een ecologisch huis. En dit ecologisch huis zat vol met innovaties die allemaal, maar op dat moment besefte ik me eigenlijk dat als je innovaties samenbrengt, dan kun je eigenlijk pas echt complete producten leveren. En toen dacht ik, oké, waarom zijn deze verbazingwekkende innovaties niet veel prominenter aanwezig? En toen bedacht ik me, ben ik daar een beetje tijdens heel veel congressen erachter gekomen dat deze innovaties vooral commerciële kennis misten. Nou, en daardoor ben ik uiteindelijk aan de gang gegaan om deze innovaties te ondersteunen met mijn commerciële kennis. Ben ik uiteindelijk marketing gaan studeren. Nou, dat studeer ik dus nog steeds. En naast mijn studie ben ik deze innovaties aan het helpen om commercieel zichtbaarder te worden. En dan kom je al heel snel in het echte commerciële denken. En het, dus ik moest uiteindelijk een beetje mijn bouw loslaten, mijn affiniteit voor de natuur ook een klein beetje wel beschermen. Ja, dan moet ik eigenlijk echt beschermen om te voorkomen dat ik alleen maar met marketing bezig ben. En alleen maar probeer weer dat geld uit iemand zakken te slaan. En ja, dat gevoel krijg ik ook als ik wel eens soms tegen mensen, met mensen hierover praat. Over ik studeer marketing en dan voel je gewoon dat mensen ook denken van je bent er weer zo een die alleen maar geld uit iemand zakken kon slaan. En dan denk ik, dat was me vandaag ook gevraagd van wat is nou je grootste uitdaging, Lars? En dat is denk ik wel mijn grootste uitdaging. Dus aan de ene kant, die daadkracht die ik op de bouw geleerd heb, openmaken, iets daarmee doen. Nou, aan de andere kant de natuur beschermen, want soms loopt het namelijk ook heel erg tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant daadkracht tonen, aan de andere kant verpest je dan de natuur, want je bouwt aan een gigantisch betonnen complex. Maar ook het commerciële proberen in te zetten, om dan uiteindelijk die drie werelden samen te brengen. Alsof het een soort van in elkaar moet gaan passen. Hè? En als je dan daar een beetje door het verhaallijn heen luistert, dan zit daar ook die affiniteit met aan de ene kant de ecologische wereld behouden en aan de andere kant profit, commercie en in het midden dat sociale, proberen voor iedereen gebouwen te genereren of van gebouwen ben ik dan naar innovaties gestapt die uiteindelijk de wereld beter moeten maken. En daar drijft de Ecomarketeer op dit moment op.
Dan geef ik de tijd, geef ik het stokje door aan de volgende. Dank u wel. En de volgende is Benjamin Cadet en Stan Bastiaanse. Mogen jullie je camera aanzetten? Hallo, kunnen jullie ons horen? Zeker. Mooi zo, super. Nou, super tof om wat te kunnen vertellen. Een seconde hoor. Yes, super. Nou ja, wij gaan jullie kort wat vertellen over onze start-up, Ownership. En de Ownership is samen met partners bezig om de duurzaamste studentenwoning van Nederland te realiseren op het water. En mijn naam is Benjamin Cadet, zoals ik net zei, en ik run deze start-up samen met Stan. Yes, hallo iedereen, ik ben Stan. Ik ben vooral bezig met de technische kant, waar ik mij heel erg focus op hoe kunnen we deze boot en woning dus bio-inspired ontwerpen. Daar ga ik jullie straks iets meer over vertellen. En samen vormen we dan eigenlijk het duo dat Ownership heeft gestart. Exact, dus Stan ja, doet meer de technische kant van ons twee. En ik doe meer de ondernemende kant. En zodoende. En als student hebben wij eigenlijk, zijn we geconfronteerd met meerdere problemen. Onder andere natuurlijk de woningnood onder studenten. Als student is het best wel lastig om goed aan een woning te komen. En als je die woning dan eenmaal hebt, moet je er vaak dan ook weer heel veel geld voor betalen. Daarbuiten worden we natuurlijk ook geconfronteerd met de stijgende zeespiegel, het ruimtegebrek op het land en de conservatieve bouw. Het is onze visie om een groep van woonschepen te realiseren die als één geheel kunnen functioneren met focus op het delen van energie, water en voedsel. Yes. Nou, hoe gaan we dit doen? Zoals Benjamin al zei, we willen dus een boot gaan transformeren naar een drijvende studentenwoning. En daarbij zijn we heel erg in contact ook met onder andere Jaco en de studentengroepen van Bio-Inspired Innovation om dit op een zo natuurgeïnspireerde wijze te doen. Daarbij kan gedacht worden aan gevels die dezelfde werking hebben als een vacht van dieren, waarbij een groene gevel dus ook een isolerende werking kan hebben. Het gebruik van biobased materialen, zoals lisdodden of hennep, die als isolatiemateriaal werken. Natuurlijk ook niet onbelangrijk is modulair bouwen. Het idee is eigenlijk dat de boot gaat dienen als het drijfmiddel voor de woning. En dat de bouwelementen die erop geplaatst gaan worden, prefab erop komen. En ook weer makkelijk eruit kunnen gehaald worden. Dus mocht de boot ooit in een slechte staat komen, dan kunnen de woningen weer makkelijk in een andere boot geplaatst worden. En daarnaast zijn we heel erg bezig met eigenlijk hoe kan de natuur hoe kan de woning een positieve bijdrage leveren aan de omringende natuur. Denk daarbij aan drijvende lisdoddermatten bijvoorbeeld die rondom de boot drijven. Het mooie daarin is ook dat die lisdodders weer ieder jaar gekapt kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor extra isolatiemateriaal. Exact. En op deze manier willen we eigenlijk meerdere woongroepen gaan bouwen van drijvende duurzame studentenwoningen, verspreid over Nederland, om ervoor te zorgen dat en we inspelen op de stijgende zeespiegel en een woning die natuurlijk CO2-neutraal is en die ook betaalbaar is voor studenten. En dus momenteel zijn we bezig met het realiseren van het eerste prototype en om daarna meerdere schepen te bouwen. En dat was onze pitch. We werden verteld het in 3 minuten te doen. Ik hoop dat het is gelukt. Zeker. Yes. Super netjes, mannen. En ook ontzettend indrukwekkend. Je hoort de wekker ondertussen afgaan bij mij, dus perfect getimed. Ik ga jullie even uit de spotlight halen en vragen of de andere heren ook hun camera aan willen doen, zodat we jullie 4 kunnen zien. Er zijn verschillende vragen in de chat. Ik zie een en ander al beantwoord zijn, maar de eerste vraag zijn dan aan Boy door Gerrit Kuiper. Is er voldoende medewerking van vergunningverstrekkers en dan kosten in vergelijking met de reguliere bouw? Ik was al even aan het meetypen in de comment. We hebben nu 3 vergunningsaanvragen ingediend, waarvan 2 al toegekend. En die andere, daar wachten we nog op, want daar waarschijnlijk met 3 weken goedkeuring. Dus dat loopt goed. We zijn qua kosten nu redelijk concurrerend en werken er naartoe dat we ongeveer, we hopen ooit 30% goedkoper te kunnen bouwen dan de bouw zelf. Maar dat heeft ook met onze schaling te maken. Dat we dit jaar eigenlijk 10 projecten op de rol hebben staan, maar ook proberen te schalen richting de 1000 woningen per jaar.
met dezelfde productiestraat. En dan zie je gewoon dat die kosten gigantisch afnemen op het moment dat je die massa kan produceren. Dat is voor Gerrit. Dankjewel. En een vraag aan jullie allemaal. Wat is jullie belangrijkste succesfactor en de belangrijkste drempel? Misschien Lars, wil jij als eerste gaan? Even kijken, mijn belangrijkste succesfactor. Ik denk dat mijn belangrijkste succesfactor is als we op een of andere manier een verdienmodel vinden wat zowel schaalbaar is, zodat we uiteindelijk onszelf ook kunnen overleven in de huidige economie. En aan de andere kant dus ook echt veel van deze innovaties toonbaar maken aan de wereld. En op dit moment doen we dat dus met studenten, zodat die nieuwe impressie van de studenten ook bij gaat dragen aan die vernieuwing in de marketing. Hè? Want je merkt dat wat het dus mooi is aan studenten is dat ze nog eigenlijk weinig ervaring hebben, lekker fris zijn, komen net uit de boeken en soms vergeten ze dan een beetje wat nou precies in de boeken stond en dan ontstaat er eigenlijk vernieuwing. Nou, dat probeer ik juist te benutten heel erg met studenten. En wat ik dan aan die studenten geef is dan een stukje van de kennis over de circulaire economie of het donutmodel of zelfs het model van de Life Principles. En dat leer ik de studenten, zodat zij dat heel erg meenemen met de marketing die zij overbrengen. Nou, wat is dan de hoogste drempel? De pioniers waar wij voor willen werken, die hebben weinig budget. Eigenlijk zo simpel als dat. Zij zijn ook bezig met een nieuwe innovatie neerzetten. En die nieuwe innovatie is ten eerste heel veel productontwikkeling. Wat Jaco straks ook al zei, is dat als je geen goede data kunt laten zien, dan willen de banken niet. Nou, dus ze hebben best wel wat moeite met hun finance. En daar hebben we wel een bottleneck zitten, waardoor het lastig is om echt juist specifiek voor die doelgroep je marketingactiviteiten te kunnen verrichten. Dankjewel, Lars. Misschien ter afsluiting kan Daniel hier ook nog op antwoorden. En Benjamin, voor jou of voor jullie is er nog een vraag in de chat. Dan gaan we daarna door naar het volgende onderdeel. Ah, oké. Ja, ik zou hier nog even snel een antwoord op proberen te bedenken. In principe denk ik dat wat voor ons de belangrijkste succesfactor is dat wij onze motivatie ophalen en door blijven gaan. Een nieuw bedrijf opzetten is gewoon een grote uitdaging, wat alle ondernemers die hier zitten weten, want er komt 1000 keer zoveel bij kijken als je denkt van tevoren. En dan nog een keer 1000. En daarom is het gewoon belangrijk dat je een soort van goed verbonden blijft aan de reden waarom je dat aan het begin bent gaan doen, denk ik. Zijn we een jaar verder met onze ontwikkeling, dus zoveel weet ik nog niet over hoe het 2 of 3 jaar verder is, maar dat neem ik aan dat heel belangrijk is om door te kunnen gaan. Dus ik zie daar onze succesfactor, onze belangrijkste drempel aan barrière. Heb ik onze financiële projectie afgemaakt en het gaat hem in de kosten zitten voor het uitvoeren van ons bedrijfsmodel. En ook daar nog belangrijker wat mensen daarvoor over hebben. Want wat gewoon een uitdaging is in de kledingindustrie, is dat het voor veel te lang nu veel te goedkoop is geweest om een shirt of een broek of whatever te kopen. Terwijl daar zoveel niet berekende kosten wel eigenlijk in verstopt zitten. En nu proberen wij die allemaal naar voren te brengen, maar dat betekent wel dat mensen dus hogere prijzen krijgen voor producten waar ze conventioneel misschien minder voor zouden betalen. Dus dat gaat nog een test worden om te zien of we daar of we daar ook echt succes mee kunnen maken. Dankjewel. Ontzettend inspirerend allemaal. Ik wou dat ik zelf nog studeerde of zelf ook die ideeën had gehad. Dus ik hoop dat jullie nog meer mensen vanavond hebben kunnen inspireren. Wij kunnen de vraag beantwoorden. Ze vraagt een mooi idee, wanneer verwachten jullie te kunnen leveren? In september 2021 gaat echt de officiële bouw van het eerste prototype beginnen. Die zal in november 2021 klaar zijn. En wij verwachten rond 2023, eigenlijk de start van 2023, de eerste community te hebben gerealiseerd. Dus dat is van 3 of 4 schepen. We houden ons zeker op de hoogte. LinkedIn is volgens mij een mooi medium waarop we jullie kunnen volgen. Ja, die vindt LinkedIn. En als je
Je kan ons zeker vinden op die platformen. En op in juni, dan zullen we ook echt actief bezig zijn op LinkedIn met het ownership account. Voor momenteel is dat nog niet. Momenteel zitten we nog midden in de ontwerpfase en zijn we met veel partners aan het spreken. Des te meer reden om jullie goed te blijven volgen voor de komende periode. Ja, superleuk. Iedereen heeft nu ook jullie namen kunnen zien. Dus ook voor alle andere heren, laat gerust jullie contactgegevens in de chat achter. Dan kunnen mensen jullie blijven volgen. Dan geef ik graag, gaan we nu door met het volgende onderdeel van ons Purpose College voor vanavond. Ik kan nog wel laten zien, denk ik. En dat is onze Q&A met algemeen directeur van AVOGEL, Edwin Stoel. Edwin, goedenavond. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. En er is een Q&A met jou op dit moment. Dat gaan we samen doen met Willem. Willem, goedenavond. Yes, goedenavond nogmaals. Ja, mensen hebben jou al gezien. Dan ga ik vragen aan de andere mensen om hun camera weer uit te doen. Ik zal dat zelf ook doen en dan kunnen we jullie weer zien. Als er vragen in de chat zijn, zal ik eerst mijn digitale hand opsteken voordat ik jullie onderbreek. Yes, top. Allereerst, goedenavond meneer Stoel. Eigenlijk als eerste vraag is het wel leuk, denk ik, voor de luisteraars om jezelf even kort te introduceren. Dus ook waar AVOGEL voor staat, maar zeker ook wat u daarbinnen doet en wat uw functie inhoudt. Ja, dat doe ik. En dan zeggen niet veel mensen meneer tegen mij overigens, dus je en jij mag prima. Ik ben Edwin, algemeen directeur van AVOGEL. Wellicht kennen een aantal van jullie onze producten. Al is het wel zo dat wij een merk zijn wat zich met name richt op 40-plussers en 45-plussers. En daar zijn jullie gelukkig nog lang niet. Allereerst wilde ik wel een compliment maken voor degene die presenteerde. Ik vond dat echt top. Ik heb allerlei leuke ideeën gezien en meegeschreven. En iemand zei net van ja, ik wou dat ik nog student was. Dat zat ik hier eigenlijk ook te denken. Nog vol met ideeën, dat moet je vooral zo houden. Vogel staat, wat moet ik daarvan zeggen? Wij zijn een wereldwijd merk. Wij maken en bedenken natuurlijke geneesmiddelen. En voedingssupplementen. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. We zijn een Zwitsers bedrijf. En we zitten hier in Elburg met een grote vestiging en een fabriek. Twee fabrieken. Dus wij, als je eens op onze website kijkt, dat is ook iets waar wij trots op zijn. Wij gaan van plant naar klant. Dus alles wat wij doen, willen wij ook in de hand hebben, zeg ik maar. Dus alles wat wij doen, heeft een oorsprong vanuit die plant. En daar willen we ook maximaal invloed op uitoefenen. Dus dat is wat wij doen. Dus wij maken zelfzorg geneesmiddelen. Dat is een hartstikke moeilijk woord voor eigenlijk alles wat in Nederland vrij verkrijgbaar is bij de drogist. Dus je hoeft er niet voor langs een arts. Weet je, de huistuin- en keukenklachten, daar zitten wij in. Mooi. En nog even terugkomen, dat we het net al even over de pitches die we gehoord hebben. Terugkomend op de lezing van Jaco Appelman. Ja. Hoe haakt u aan bij dit gepresenteerde verhaal over het duurzaam ondernemen? Zeker in relatie met de natuur ook. Ja, dat is hij altijd over die spiraal. En de spiraal naar boven. Ik heb aan de ene kant natuurlijk een beetje makkelijk praten. Want wij bestaan 65 jaar. En de oprichter kon ook maar zo een van de enthousiaste studenten zijn zoals jullie die zijn. Dat is natuurlijk heel dicht bij jezelf blijven. En er een soort heilig geloof in houden. Dus intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen. En daar dichtbij blijven. Want onze oprichter heeft niet eens. Die heeft wel het bedrijf gesticht. Maar die heeft vrij snel gezien van ja, ik wil vooral bezig zijn met het genereren van nieuwe ideeën. Dus die heeft al zijn aandelen in een stichting gestopt. Dus er leeft niemand meer van, zeg maar. En dat is. Wij zeggen altijd dat zit in het DNA van ons bedrijf. Dus als je kijkt naar in die groene spiraal omhoog, dan blijven wij daar heel dichtbij. Dus wij bedenken natuurlijk, het is 65 jaar geleden bedacht, maar wij bedenken nu ook nog steeds moderne producten die allemaal iets met een plant te maken moeten hebben. En daar blijven wij bij.
En het tweede onderdeel is, wij hebben geen aandeelhouders die daar verschrikkelijk rijk van willen worden. Want het is alles in een stichting. En dat is het voordeel, dat zie je niet heel veel meer. Een stichting heeft eigenlijk geen winstoogmerk. Dus het hele grote geld verdienen, dat hoeft bij ons niet. Dus het geld dat wij genereren gaat vooral weer terug in onderzoek naar fytotherapie. Met een moeilijk woord is het eigenlijk plantkunde. Dus dat is wat wij doen. En zo denken wij in ieder geval wel dicht bij de groene spiraal te blijven. Mooi. Inspirerend ook. Zeker om dat ook te horen van de stichting, van de oprichter van Avogel. En u had het er net al even kort over natuurlijk de tuinen. Maar hoe gebruikt Avogel de natuur nog meer in het gehele productieproces? Dus van plant naar middel eigenlijk. Alles wat wij verkopen en alles wat werkzaam bestanddeel is, dat komt bij ons uit de natuur. En dat stuk, dat kopen wij liever ook niet in. Dat willen we ook graag zelf maken. Dus je moet je voorstellen dat wij ook een boerenbedrijf nog zijn. En dat zou ik eigenlijk iedereen aan willen raden. Omdat je daarmee ook ziet wat je laat groeien. Hoe goed je dat doet. En dat is wat wij nog steeds doen. Dus dat zit eigenlijk bij ons helemaal in het proces. Dus wij halen een plant van het land. Die verwerken wij. Dus we halen platgeslagen sap uit dat plant. En daar doen wij de studies op van waar werkt dat nou voor? Weet je, jullie kennen wellicht het oudste bekende middel wat ooit is bedacht. Het is honderden jaren geleden, dat wij hebben natuurlijk niet zelf bedacht. Dat is aspirine. Aspirine komt van een bast van een wilg. En zo is eigenlijk de oorsprong van alle geneesmiddelen wat er nu nog op de markt is, vindt zijn oorsprong in een boom of in een plant. Alleen wij doen nog steeds dat plantendeel. Dus alle werkzame bestanddelen bij ons moeten van een plant komen. Duidelijk. Ik zie ook een vraag in de chat nu voorbij komen van Marieke. Dat is, wat is de invloed van klimaatverandering op jullie producten? De opwarming van de aarde? En heeft het ook invloed op jullie tuinen bijvoorbeeld? Of het land? Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik zie dat niet zo. Ik zie dat maar dan kijk ik puur naar de plant natuurlijk. Van wat gebeurt er in zo'n plant? En daar zie ik weinig in gebeuren qua werkzaamheid. Maar dat, misschien heb ik daar wel een blinde vlek zitten. Dus wij kijken natuurlijk naar het sap wat we eruit halen en de kwaliteit van dat sap. En dat is voor ons, omdat we het zelf verbouwen, zo belangrijk dat dat eigenlijk altijd goed is. Maar dat heeft misschien wel te maken met dat wij alles ecologisch doen. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dus bij ons komen natuurlijk geen pesticiden en rare spullen over die plant heen. Ja, of dat dan daarmee te maken heeft, weet ik eigenlijk niet. Maar wij zien dat niet zo. Nee. Mooi. En dat komt eigenlijk wel mooi gelijk naar de volgende vraag. Om daarmee door te gaan. Die komt van Wieke Bout. En dat gaat over het circulaire van Avogel. Werkt Avogel als circulair? In de omgeving bijvoorbeeld in Nederland. Maar wellicht ook daarbuiten. En bijvoorbeeld dan de organische en anorganische reststromen. Een hele technische vraag. organisch plantenspullen. Plantmateriaal gebruiken we natuurlijk weer als meststof. Dus al het plantenpulp wat wij creëren. En wat ik net zei, je snijdt planten fijn en dan haal je het sap eruit. Dat doe je met een extractiemiddel. Vertel ik zo nog wel even over. Dat is alcohol. En dat plantensap, haal je eruit. En de pulp die gebruiken we natuurlijk her. Dus dat gaat weer terug het land op. En het extractiemiddel dat wij gebruiken, dat is ethanol. Dat gaat er in grote hoeveelheden door. Dat scheiden wij weer van de plantpulp. En dat schonen wij weer op en dat gaat weer terug naar de alcoholleverancier. En die gebruikt het weer als stroom om een ander eindproduct te maken. Het is, vind ik zelf altijd wel bijzonder, dat ruitenwisser vloeistof wordt voor een deel waarschijnlijk van onze restalcohol gemaakt. Dus dat gaat weer terug de stroom in. Wow, ik zie al gelijk weer de volgende vraag in de chat doorkomen van Daniel. Bij Avogel zijn jullie al ver vooruit in vergelijking met de rest van het bedrijfsleven. Wat staat er voor jullie nog op de horizon in de toekomst? Wow, heel veel. Wij zijn natuurlijk
constant bezig om CO2-neutraal te zijn. Wij zouden als bedrijf heel graag CO2-neutraal zijn. En dat is er gewoon nog niet. Wij hebben twee fabrieken, moet je je voorstellen. En daar wordt natuurlijk een hoop gas en elektra gebruikt. En als je 50 jaar geleden met zo'n fabriek begint, dan bouw je de infra. Daar vind ik het leuk om bouwkunde mensen te zien die weer nadenken over infrastructuur over 50 jaar. Wij hebben ooit 50 jaar gekozen voor een infra. En als je dan grote installaties bouwt, die hebben veel gas en elektra nodig. En dat proberen wij wel te verelektrificeren en van het gas af te komen. Maar dat creëert nog steeds CO2. Dus als je kijkt naar de CO2, de footprint die wij maken, die is alleen maar neutraal. En daar zijn we nu mee bezig, omdat we compenseren. Dus wij gebruiken gas en dat compenseren we dan door het planten van bossen. Maar als je naar mijn eigen doelstelling kijkt, dan zou ik best wel graag een fabriek willen hebben die CO2 neutraal kan zijn van zichzelf. Dus in projecten van energieopwekken zit het voor ons. Mooi, en even een korte aansluitende vraag hieraan. Die gaat meer over het duurzaam ondernemen dan. Avogel heeft recentelijk een MVO-award gewonnen. Hoe is dit tot stand gekomen en hoe heeft Avogel dit kunnen bereiken? Het maatschappelijk. Ja, kijk, het gaat natuurlijk nu veel over duurzaamheid. Voor ons zit er ook wel een sociaal aspect aan. Dat probeer ik er straks wat uit te leggen over wie zijn nou jouw aandeelhouders. Wij hebben dan het geluk dat het in een stichting zit. Dus dat er geldstromen heel transparant blijven en er geen mensen dikke Bentleys van hoeven te rijden of weet ik veel wat. Dus dat is enerzijds. Anderzijds zit bij ons ook inclusiviteit al heel erg in het DNA. Ook dat heeft te maken met de achtergrond van mijn verhaaltje. Ik zit zeg maar in de tuinen. We hebben eigen tuinen, eigen landerijen. En daar maken wij al heel lang gebruik samen met de zorgboerderij van Serenlo. Gebruik van cliënten daar die ons helpen. En wij proberen ook vooral wel sociaal te ondernemen. Dus dat bij elkaar opgeteld. Maar weet je, ik zat niet in de jury, dus de jury heeft gemeend ons die prijs te geven. En het is alweer een paar jaar terug hoor. En we hebben er toen voor gepitcht. Dus dat is aan de jury geweest om dat te beoordelen. Ja. Mooi. En nog even terugkomend op het sociale aspect wat u net zei. Wat is de achtergrond en de motivatie hiervan? Bij uzelf, maar ook bij het bedrijf natuurlijk. Jeetje, ja. Weet je, zoiets groeit. Zoiets groeit door de jaren heen. Dat is in ons geval niet eens. En dat is ook al een beetje de tip. Als je kijkt naar. Enerzijds moet het een beetje in jou zitten. Als je startend ondernemer bent, dat zie ik wel. Ja, blijf vooral dicht bij jezelf. Andere dingen gebeuren hier gewoon. Een tweede is samen. Dat samenwerken met Serenlo is gewoon ons overkomen. Wij hadden natuurlijk mensen nodig. Serenlo zat met een zorgbedrijf vlakbij. En dan kom je met elkaar gewoon in gesprek. Dus via netwerkbijeenkomsten. En dat begint ook altijd klein. Dat is ook, ga nou niet heel groot gelijk aan de gang. Maar laat kleine initiatieven die er gewoon zijn, is ontstaan en ontplooien. En zo zijn wij nu best wel groot in het samenwerken met Serenlo. Mooi. De volgende vraag komt uit de chat van René. En die luidt als volgt. Wat voor kruisbestuiving vindt er plaats tussen Avogel en anderen als het gaat om bijvoorbeeld het CO2 neutraal worden? En hoe raken jullie geïnspireerd? Jeetje. Wat we in de keten doen, dus wij zitten in een landelijk platform van zelfzorggeneesmiddelen. En daar zit bijvoorbeeld ook onze grootste klant. Hè. De meeste zelfzorggeneesmiddelen in Nederland worden door Kruidvat gekocht. Hè. Bij elke Kruidvat is dat, hè, zo'n groene wal, zo'n groene muur waar je staat. En wij proberen samen met Kruidvat te verduurzamen. Dus dat is elk jaar zitten we met de branchevereniging om in projecten. We draaien eigenlijk alleen maar gezamenlijke projecten om bijvoorbeeld. Nu is dat zo van alle karton. Hè. Als je probeert de hoeveelheid karton in winkels te verkleinen. Probeer de inkt die je gebruikt voor die karton te verduurzamen, de kleuren te verduurzamen, maar ook de transportbewegingen te verduurzamen. Dat zijn thema's die er nu zijn.
om met elkaar, weet je, en jaren geleden is er al van plastic afgestapt. En zo probeer je met elkaar, dat vind ik wel het mooie, met de branche zelf, dus een beetje opwaarts in de keten, met vooral onze klanten, dus de winkels, ons steentje bij te dragen. Duidelijk. Mooi, er komen nog steeds meerdere vragen ook binnen via de chat. Allereerst van Annelies, die komt nog even terug op het sociale, de sociale duurzaamheid. Mooi om te zien dat sociale duurzaamheid ook een speerpunt is voor Avogel. Op welke manier komt dit terug in jullie jaarrapporten? Goh. Dat staat, ja, we maken een sociaal jaarverslag. En vorig jaar vanwege COVID heeft dat wat vertraging opgelopen, maar hij is net weer gepubliceerd over 2019 pas. Ja, elk jaar in het jaarverslag. Maar het jaarverslag is eigenlijk alleen maar terugkijken. Wij maken ook met elkaar natuurlijk plannen. En dat is alleen maar vooruitkijken. Daar gebruiken we een tooltje voor. En in dat plan komt juist terug waar we nou naartoe willen. Dus zoals nu. Hebben wij de mogelijkheid gehad, dat is weer een ander voorbeeld, dus niet alleen met Serenlo, maar in het magazijn hebben wij vrij veel pikwerk. En hadden we best wel veel moeite om gemotiveerde jongens aan boord te houden. Dus om gewoon puur magazijnwerk te doen, dan ben je aan het orde pikken. En daar hebben wij nu een jongen gevonden en gezocht die echt op zoek was naar een specifieke job. Een jongen met een hele specifieke achtergrond. En zo'n zoektocht gaan we dan gewoon samen aan met iemand van de gemeente. En die hebben we dan gevonden. Maar dat is meer vooruitkijken. Wij willen elk jaar, er is zo'n kwotum ooit bedacht. Dat heeft het niet gehaald. Maar vanuit de overheid wordt er natuurlijk ook wel gestimuleerd om mensen met een bepaalde achterstand op de arbeidsmarkt gewoon wel aan boord te halen en te houden. Dus daar willen wij gewoon aan meedoen en dat doen we ook al mee. Duidelijk. De volgende vraag nog uit de chat, die komt van Edwin. En die schrijft, eigen tuinen en eigen landerijen betekenen ook een zeer lage belasting op de natuur door bijvoorbeeld transport. Hoe wordt dat meegenomen in de overall footprint van Avogel? Oeh, dat weet ik eigenlijk. Dat zijn allemaal van die rekensommetjes. Wij maken gebruik van een index, volgens mij is een wereldwijde standaard. Dat moet ik uit mijn hoofd doen. Volgens mij maken wij gebruik van de GRI-index. Dat staat wel in ons jaarverslag. En transport, dat zit wel dichtbij. Dat klopt wel. Dus wij hebben relatief weinig transport. Maar ik moet het ook niet mooier maken. Want dat is natuurlijk van planten naar ons toe. Dat is een klein stukje. Maar wij transporteren natuurlijk ook dagelijks naar onze klanten. Dus dat, de meeste winst zit daar. Dat we nog kijken naar onze klanten om wat minder vaak te beleveren en daar de transportbeweging te reduceren. Maar we hebben inderdaad al een voorsprong, dat klopt wel. Mooi. Ik had zelf nog een vraag die meer over het advies gaat, bijvoorbeeld naar onze luisteraars. Wat zijn de belangrijkste lessen die u heeft geleerd in de praktijk met betrekking op het duurzaam ondernemen en uw rol bij Avogel? Tja, ik kan alleen maar kijken. Nogmaals, wij hebben het geluk dat we niet direct afhankelijk zijn van, of in ieder geval de druk hebben om veel geld te verdienen. Maar dat is makkelijk praten als startende ondernemer. Ik vind het wel leuk dat startende ondernemers nu in mijn omgeving veel gebruik maken van crowdfunding. Dat is een beetje de manier waarop je het financiert. Met banken ligt dat gewoon lastiger. Daar ligt gelijk dan een druk op van, ja, je moet. Dat gaat gelijk over omzet en over scoren. Dus neem de tijd en denk niet gelijk al te groot, zou ik zeggen. Denk niet gelijk al te groot. Weet je, maak een begin en maak een start. En begin, dat is wat ons oprichter natuurlijk 65 jaar geleden heeft gedaan. En die heeft jarenlang, natuurlijk het heeft heel lang geduurd voordat hij echt succesvol was. En toen hij succesvol werd, is hij eruit gestapt en heeft hij zijn aandelen in een stichting gezet. Dus zeg maar... hij is vooral doorgegaan met het genereren van ideeën. En tot slot, wat ik straks zei, samen. Ik vind samen, vooral in de regio. Probeer, samen maak je vaak ideeën, het gaat toch veel sneller. Dat is zeker zo. Net even iemand die in een andere hoek zit, maar die wel gebruik kan maken van jouw idee. Zoek daarin snelheid samen. Top. En hier nog een mooie aanvullende vraag. Wat je eigenlijk de intrinsieke motivatie is
En hoe word je nou uitgedaagd in je werkzaamheden daarover bij Avogel? Ja, nou, intrinsiek moet alles uit een plant komen. Dus als je niks met plant of met groen hebt, dan heb je bij ons bedrijf eigenlijk minder. Dus de intrinsieke motivatie komt uit de plant. Wat leuk is, is natuurlijk, dat is altijd een zoektocht. Daarom halen wij bijvoorbeeld planten ook altijd van heel dichtbij. En dat dus bij ons komt, willen wij een plant ook echt in de handen kunnen hebben. Dus dat komt vaak van dichtbij. En het is leuk om dan iets te vinden wat een sap uit een plant kan halen, wat gewoon ergens goed voor is. Dat is natuurlijk bij ons altijd de sport. Om iets te krijgen wat ook echt werkt. En dat zijn hele gave resultaten neer te zetten. En die andere vraag was, een beetje intrinsiek gemotiveerd. En wat is het tweede deel? Want de vraag was tweeledig, dacht ik. Hoe doen jullie dat? Ja, hoe wordt uitgedaagd? Ah, ja. In de werkzaamheden. Ja. Ik hoorde straks Jaco zeggen, richt je niet op concurrenten. Concurrenten zijn vervelend. Het is wel, je daagt elkaar natuurlijk uit. Dus wij zijn, je moet je voorstellen, in Nederland de nummer, het tweede grote merk. Maar al die merken om ons heen, die hebben het eigenlijk iets makkelijker, want dat hoeft niet uit een plant te komen. Dus de uitdaging, wij worden wel de concurrenten natuurlijk uitgedaagd. Maar die concurrenten die hebben gewoon niet natuurlijke varianten. En dat is bij ons de uitdaging. De sport is natuurlijk wel, om uiteindelijk meer te doen dan je concurrent. Dus er zit ook zeker wel ook natuurlijk marketing en sales in. Straks de marketing start-up. Ja, natuurlijk is echte marketing. Maar ook wij hebben marketing. Bij ons is marketing hartstikke belangrijk. Zo werkt dat. Om te kijken of wij groen denkende consumenten aan ons kunnen binden. En dat op een authentieke leuke manier doen. Maar ja, de sport is en blijft om beter te zijn dan je concurrent. Ja. We hebben tijd voor nog één vraag. Yes. Er zijn nog meerdere vragen in de chat ondertussen. Edwin, ik weet niet of jij er zelf eentje wil uitkiezen. Een technische vraag. Iets over meer de duurzaamheid van jullie bedrijf of de impact. En dan zullen we na afloop jou de vragen nog toesturen. Dan kan je wellicht per mail of in de chat nog een antwoord geven op de andere. Nee, zit het niet. Kies er maar één. Samenwerken hebben we het over gehad. De impact, wat is impact voor jullie? Ja, jeetje. Van Miranda. Ja, wat is impact voor ons? Kijk, als ik dat aan het stichtingsbestuur vraag, dat zijn Zwitserse mensen. Die zien toe op alles wat wij doen. En de impact zit daar. Dus wij maken impact als wij zoveel als mogelijk studies kunnen doen samen met universiteiten vooral. Over de werkzaamheid van planten. Dat is onze wat wij belangrijk vinden. Daarmee maken wij impact. Wat ik hoop met het merk in ieder geval in Nederland of in de Benelux, is natuurlijk dat je groene mensen kan raken. Groen denkende mensen. Dus mensen die net even iets verder denken dan regulier. Dus die even nadenken over, of wel even stilstaan op een etiket. Vooral van wat gebruik ik nou precies en waarom dan. En waaruit is dat samengesteld. Dus dat is, dat is voor ons impact. Ja. En meetbaar, dat vind ik een lastige vraag. Nee, kan ik niet zo goed meten eigenlijk. Nee. Dank u wel voor de mooie antwoorden. Zeer inspirerend. Ja, dank je wel voor de vragen. Ja, hartstikke mooi. En ook dank je wel voor iedereen voor het stellen van de vragen in de chat. Ontzettend leuk. We zullen Edwin, denk ik, even jou de vragen toemailen. Mocht jij dan nog tijd hebben, dan dat er vanuit jullie nog een reactie daarop kan komen. Oké. Ontzettend mooi om te zien. Als jonge ouder merk ik dat het bij mijn leeftijdscategorie in ieder geval ook altijd wel een onderwerp is om steeds meer natuurlijke producten te gebruiken. Dus het leuk om ook een keer van de andere kant te zien. Dankjewel voor je tijd vanavond. Okay. Dit waren onze sprekers voor vanavond. Maar dit is zeker nog niet het einde van de avond. We gaan nu door met het interactieve gedeelte van onze
Purpose College. We gaan door met de breakout sessies. Nu moet ik echt mijn oprechte excuses maken voor de mailstroom die dit weekend tot stand is gekomen. Wij konden dit zelf helaas niet zien. Gelukkig werden we erop geattendeerd door anderen, dus dank jullie wel daarvoor. Het zal niet nogmaals gebeuren, maar daardoor ga ik nu wel eventjes uitleggen wat de breakout sessies zijn. Zodat jullie hier nogmaals in kunnen komen. Ik zal de link ook in de chat delen, zodat jullie in Teams kunnen komen. Maar we gaan in breakout sessies en jullie zijn allemaal in groepen ingedeeld. Waarin we een diverse groep hebben samengesteld van ondernemers, mensen uit de overheid en studenten. En daarin worden 3 stellingen aan jullie gevraagd. En de vragen zijn jullie om één van deze stellingen te bespreken met jullie als breakout ruimte. En in deze breakout ruimte te komen op een antwoord van één van deze stellingen en hierover te gaan. Elke breakout ruimte heeft ook een moderator, een student moderator die hier jullie in zal begeleiden. We komen om 9:15 weer terug. En daar gaan we nog een keer stukje door. Voor degene die hierbij aansluiten, dank jullie wel. En voor degene die niet aansluiten, dank jullie wel dat jullie er waren. En ook dank aan onze sprekers. Een aantal van onze sprekers zal ook aanwezig zijn in de breakout ruimtes. Excuses. En in de breakout ruimtes mochten jullie denken, waar zat ik ook alweer? Welk team zat ik in? Dat hebben we ook voor jullie klaarstaan. Terwijl jullie hier naar kijken, ga ik ondertussen de link even voor jullie erbij pakken. Dat jullie door middel van de link ook snel daarheen kunnen. De link staat in de chat genoemd. Benader mij gerust mocht jullie problemen hiermee hebben. En Florence is ook bereikbaar voor degene die vragen hebben over de breakout ruimtes. Ik wens jullie een interactieve sessie door. Ik hoop pittige discussies in de breakout ruimtes. En ik zie graag iedereen terug om 9:15. Ik blijf hier. Mocht er iets zijn, blijf ik in deze sessie beschikbaar. En ik laat deze eventjes staan. Iedereen heel erg bedankt voor jullie sprekers. Jacco, Edwin, ook jullie bedankt. En Ben, Lars, Daniel en Boy, jullie ook. Ben moest al eerder weg in verband met de avondklok. Maar nogmaals ook dank voor iedereen van jullie sprekers. En ik zie jullie graag terug. Dankjewel, Edwin. In de tussentijd, mochten mensen het willen teruglezen of de sheets willen zien, dat kan na afloop. Dat komt op de website van purposeavondcolleges.net/terugkijken. Komt dat terug. En kunnen jullie het in de loop van volgende week kunnen jullie het terugzien. Hallo, Marieke. Hi. Kan je ons horen? Ik heb net de breakout sessies gedeeld met iedereen. Okay, super. Kunnen we die zien in de mail? Ik zal de link in de chat nog één keertje delen, want die missen jullie omdat jullie net erin komen. Ja, helemaal goed. En je kan op het scherm kan je zien in welke sessie je eventueel zit. Ja. Geweldig, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Heel leuk gedaan. Ja, jullie ook. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Dat is helemaal goed. Yes, dank je.
Hoi Marieke. Wij, er gebeurt niks als we op die link klikken. Is die ook te delen via de gewone e-mail of de mail? Dat je hem nog even via mail gooit. Ik kom er ook niet in. Ik ben aan het praten en ik heb...
Meike, lukt het jou ondertussen om aan te sluiten of kan ik jou nog ergens bij helpen? Hoi Florence. Hoi. De breakout rooms 2, 3, 4 en 5 lopen nu goed. Ja, ja, ik zag het. Ja, ik, om de een of andere reden, in het begin kwamen alleen de Windesheim mensen erin, heb ik het idee. Ja, klopt. De opname loopt nog hoor, dus dat je dat even weet. Als het goed is, hebben we nu iedereen geholpen. Maaike en Lars die zijn in ruimte 2 erbij gekomen. Ja, top. Ja, het zijn ook wel redelijk volle groepen, geloof ik. Dus dat is goed. Ja, Lisbeth belt. Ik neem even op. Ja. Nee hoor, Marieke. Alles goed hier.
Dank jullie wel. Ik zie de meeste mensen terugkomen, dus dat is goed om te zien. Ik zal even kijken of Karin ondertussen ook terug is, zodat Karin ons kan meenemen in de afsluiting voor vanavond. Bij ons in de breakout room was Willem nog even in gesprek met Karin. Ze zal zo wel komen, denk ik. Kijk, mooi. Yes, ja, ik ben inmiddels al terug, dus ik denk Karin ook bijna. Ja, mooi om te zien. Ik zie de meeste mensen terugkomen. Er is nog één groep. Liesbeth, ben je daar? Roelof hier. Ik zal even voor jou kijken, Roelof. Ja, ik zie er. Ja, ze is nog niet terug. Ze staat nog op de pauzestand. We wachten nog heel eventjes. Jij kunt ook alles zien. Ik kan alles zien. We wachten nog op de laatste persoon. Het is een uitstekende avond, Marieke. Dankjewel, Roelof. Ik vind het ook ontzettend leuk om iedereen zo enthousiast te zien. Ik heb echt die studentenideeën. Ik val echt bijna van mijn stoel af. Ja, geweldig hè. Misschien een keertje uitnodigen voor een van onze andere. Wel blijven zitten, Roelof. Ja, had ik nodig, Liesbeth. Had je mij nou ergens voor nodig dat je me steeds probeerde weg te halen uit een interessante discussie? Of? Sorry, nee, jij stond bij ons in het lijstje van toe te voegen personen. Excuses. Oh, daar stond ik er twee keer in, want ik zat bij een ander groepje. Oké. We moeten nog veel leren. Ik zie dat iedereen terug is, dus hartstikke mooi om te zien dat jullie ook de weg terug weer hebben gevonden. Ik ga de presentatie even stoppen, jullie kunnen zien. Dit is de afsluitingsslide. En ik wil graag even het woord geven aan Karin en aan Liesbeth. Het woord is aan jullie. Hartstikke mooi. Zal ik beginnen, Liesbeth? Jazeker. Oké. Nou, goedenavond allemaal. Mijn naam is Karin van Vilsteren van Vorst. Ik ben werkzaam bij gemeente Zwolle. En daar mag ik mij bezighouden met ondernemers die impact maken. Dus vandaar dat ik hierbij mag aansluiten. Heel mooi deze bijeenkomst op de eerste dag van de week van de circulaire economie. Even kijken, we gaan even kijken wat er in de breakout rooms is gezegd. Ja, we hebben met name 2, 3, 4 en 5 hebben we. Ja, oké. Even kijken. Nou, de nummers weet ik zo even niet. Maar misschien kan een van de mensen een terugkoppeling geven over de stelling. Leren van de natuur is mooi, maar daar kan geen economie op draaien. Even kijken. Ivo, ben jij daar? Ja, ik ben hier. Mijn wifi valt een beetje tegen. Dus, maar ik geloof dat het stelling 1 was over natuur en economie draaien. Ja, bij ons was het een beetje een hoopje dat mensen, of ja, een klein groepje, mensen gingen weg, kwamen er weer bij. En de meesten waren het ook allemaal eens over de stellingen. Dus we hadden eigenlijk niet verder heel erg diep op ingegaan. Maar we hadden eerst vooral over dat er ook terughoudendheid is. Van ja, economie is allemaal wel leuk en zo, maar economie is toch wel belangrijker. En dat we dat wel merkten, ja, in de Randstad is daar wat meer movement voor, maar in de regio vaker niet. Alhoewel er in de regio ook wel veel betere ecosystemen zijn, als het ware. Kleinere groepen mensen om te experimenteren daarmee en dat ook te bewijzen. En dat Zwolle daar ook bijvoorbeeld een hele mooie regio voor is, met een beetje zijn dorpsgevoel. Dat is eigenlijk de korte samenvatting die ze kunnen geven. Als iemand er iets bij toe wilt voegen, dan kan dat. Geen toevoegingen zo te zien? Oké.
Ben ik nog wel benieuwd of uit het clubje van Roy, of daar nog aanvullingen zijn gekomen? Nou, wij hebben het in ons gesprek eigenlijk meer gehad over de kledingindustrie. Wij hadden ook een afgevaardigde van Ragnarok in onze sessie zitten. En we hebben het gewoon heel erg besproken over, nou ja, wat is precies hun techniek? Zij werken met een soort van pulp wat ze heel vaak terug in het proces kunnen gooien. Waardoor de materiaal eigenlijk niet verloren gaat. Dus eigenlijk heel erg duurzaam en circulair dus. En ik denk dat we daar zeker van in de natuur van kunnen leren. Doordat we heel veel processen hebben in de natuur die elk jaar opnieuw gebeuren. Dus hoe we die kunnen gebruiken op een optimale manier, dat is natuurlijk heel erg interessant. En ja, of je daar een economie op kan draaien, ik denk dat het uiteindelijk wel de toekomst gaat zijn. Aangezien we eenmaal één planeet hebben en we hebben natuurlijk elk jaar een bepaalde dag waarop we de aarde op hebben gemaakt. Nou ja, die wordt natuurlijk steeds korter. Dus ik denk dat we op een gegeven moment toch echt moeten gaan zeggen van we moeten dingen gaan herbruiken. En dan kunnen we een heel goed voorbeeld nemen aan de natuur, denk ik. Ja, ja, maar vanuit jouw groepje was het idee wel van nou, het wordt steeds urgenter in ieder geval. En ja, daar werken we naartoe. Ja, ja, ja. Ik zat zelf natuurlijk ook in een groepje. Gijs, jij noemde daar ook nog een voorbeeld over plastic maken. Ik weet niet of jij daar nog iets over nog even kan delen. Ja, ja, ik heb een vriend van mij die studeert aan de Universiteit van Wageningen. En daar doen ze heel veel met biologie en onderzoek daarnaar. En ze hebben wel een hele gave studie toen gedaan tijdens hun stage. En dat is dat ze GFT-afval om gingen zetten naar plasticen. Dus ze gooiden GFT-afval in een bak en voegden ze dan een bepaald soort bacteriën toe. En vervolgens werd dan het GFT-afval werd opgegeten en die poep van die beesten, die bacteriën, die konden omgezet worden naar plastic. En dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van hoe je kan leren van de natuur. En dat je zelfs een product zoals plastic via de natuur kan laten maken. En zo zijn er waarschijnlijk in de komende jaren komen er nog heel veel van dit soort innovatieve studies. Voor ja, duurzame alternatieven. Ja, ja, mooi hoor. Dat is eigenlijk een antwoord op stelling 2 ook. Hè? Leren van de natuur biedt mooie kansen. Zijn er vanuit de breakout rooms op stelling 3, de waarde van de ecologie is groter dan de waarde van de economie, nog interessante inzichten naar voren gekomen? Kan iemand daar iets over zeggen? Of zal ik iemand de beurt geven? Ik word opeens een juffrouw, hè? Ja. Gaat je goed af? Misschien heeft Aaron nog aanvullingen vanuit zijn breakout room. Hij had het ook in de chat gezet. Wellicht in het Engels, niet in het Nederlands. Maar kan hij misschien nog wel een aanvulling geven. Aaron, maybe you can add something from your breakout room. Nee, het was wel in het Nederlands. Ik ga steeds beter door. Ja. Nou, ik ga even samenvatten wat we hebben besproken samen. Ja, eigenlijk hebben we best wel veel van de donuts economics verteld. De economie moet redesigned worden. Het is niet mogelijk op de rug van de natuur en sociale aspecten te groeien. En we hebben echt helemaal geen structuur gehad in onze gesprek, maar alle kanten op. Maar het was wel een heel interessant gesprek. Misschien heb je nog iets toe te voegen, Roelof? Ja, dan moet je niet meteen gaan vertellen dat het door mij komt, deze chaos. Nee, we hebben heel gestructureerd zijn we door de stelling heen gegaan, maar we zijn niet aan stelling 3 toegekomen. En zoals Aaron al zegt, we hebben het gevoel dat we het begrip economie moeten herdefiniëren voordat we die stelling gaan beantwoorden. Of dat we de stelling moeten omdraaien. En eerst, maar goed, laten we die economie maar gaan herdefiniëren. En daar besteden we nog te weinig aandacht aan met z'n allen. We hebben het gehad over het in rekening brengen van alle externe kosten en alle natuuraanslagen die we doen en dat we nu niet doen. We hebben het gehad over de consumentengedrag. Dat we tevredener zouden moeten zijn. Dat we niet elk half jaar een nieuw kleurtje in onze kledingkast hoeven te hangen.
Nou, en al die aspecten die al vaak genoemd zijn. En een hele interessante discussie was de intergenerationele. Is het tijd voor de ouderen in de samenleving om meer ruimte te geven aan de jongeren? Het is een bekend fenomeen nu dat deze generatie, dus laten we zeggen van de leeftijd van onze studenten, dat die het voor het eerst niet automatisch beter zullen krijgen dan de ouders, dan hun ouders in brede zin. En die discussie die werd vervolgens verbreed naar wereldschaal. Moet het Westen een pas op de plaats maken ten gunste van andere delen van de wereld? Ja, en dan snap jullie wel dat de discussie niet meer heel gestructureerd naar stelling 3 kwam. Helemaal begrijpelijk, maar het zijn wel hele interessante onderwerpen. Bij ons in het team hadden ze op een gegeven moment ook over eigenlijk de jongere startende ondernemers over het algemeen met heel veel idealisme. En die dan toch zeggen van ja, maar wij moeten wel die samenwerking zoeken met de grotere bedrijven waar al een manier van denken en werken is. En eigenlijk dan aansluiten op het begin wat Jacco aangaf. Het gaat om het nieuwe denken, het durven flexibel zijn. En als je die twee werelden met elkaar kan combineren, dan is dat natuurlijk heel erg mooi. Fijn om te horen dat mensen inspiratie hebben, enthousiast zijn over dit onderwerp. Ik denk dat we het zo even voldoende over de breakout rooms hebben. Mensen zullen elkaar ook verder na dit college waarschijnlijk nog wel opzoeken, is mijn ervaring. Even kijken, vanuit de gemeente zijn wij samen met Windesheim, ondernemers, andere onderwijsinstellingen ook initiatieven aan het neerzetten voor impact ondernemen. En dat doen we eigenlijk door met elkaar in overleg te zijn om te kijken van ja, maar wat kunnen wij in Zwolle doen om impact ondernemers meer op de kaart te zetten, duidelijk aan elkaar te koppelen, mensen te inspireren, te stimuleren. Ik heb daar de vorige keer ook al iets over gezegd. Wat ik nog wil aangeven is dat we 18 februari weer bij elkaar komen. En dat er inmiddels hard gewerkt wordt om ideeën uit te werken en ook echt acties neer te zetten. Als je daar wat meer van wil weten of je wil daarbij aansluiten, laat het me even weten. k.van.vilsteren@zwolle.nl. En inmiddels zijn we met een hele club mensen hier hard voor aan het werk. En volgens mij hoor ik hier ook heel veel inspiratie, dus hartstikke leuk. Volgens mij komen we bij het eind van Purpose College. En namens Windesheim, Doors, Thrive Institute en de gemeente natuurlijk willen wij alle sprekers van vanavond hartelijk danken. De sprekers, maar ook uiteraard de deelnemers. Ik vond het echt heel erg leuk om te zien hoe interactief het was, ook via de chat. Liesbeth benaderde mij een half jaar geleden ongeveer dat ze hiermee wilde gaan starten. En toen hadden we het eigenlijk natuurlijk allemaal live verwacht. En dat was niet mogelijk, maar toch zijn we doorgegaan en online. En mooi dat dit zo loopt. Specifiek wil ik Jacco Appelman en Edwin Stoel bedanken als hoofdsprekers. Een leuk duurzaam pakketje komt jullie kant op. Daarnaast heel veel dank aan Marieke en Florence van Windesheim, want die zijn ontzettend druk geweest om alles te organiseren. Liesbeth, mag ik jou nog even het woord geven? Ja, dat is goed. Heel kort. Ik vond het een superleuk leuke avond. Heel inspirerend met vooral ook de studentenprojecten of de studenten startups, moet ik eigenlijk zeggen. Super gaaf om te zien. En wie ik ook met nadruk even wil bedanken, maar ze is helaas al vertrokken uit de bijeenkomst, heb ik gezien. Maar dat is Laura Zoon van het Thrive Instituut. Die gaat het Thrive Instituut verlaten. En ook naar haar gaat er een duurzaam pakketje namens ons haar richting op. En het volgende Purpose College nummer 4, dat gaat plaatsvinden waarschijnlijk op 12 april, maandagavond 12 april. In ieder geval in april. Ik denk 12 april. En dat zal gaan over inclusief werken. En dat wordt ingeleid door Shira de Vries, lector sociale innovatie bij onze Hogeschool Windesheim. En 59, keurig op tijd. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En bedankt voor de deelname. Tot kijk. Dank jullie wel. Dank je wel. Fijne avond. Dank je wel. Doei doei.